Zolland Sport, nabeschouwing. Goedemiddag, Kim. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. En fijn dat je even tijd hebt op deze zondag. Want het seizoen zit er voor jou eigenlijk op met jouw team bij 92. En dat was best wel een heel hectisch einde eigenlijk. Want jullie konden natuurlijk nog promotie verdienen eigenlijk richting de Eredivisie. Ja, klopt inderdaad. Ja, het was eigenlijk die alles beslissende wedstrijd tegen MAV. Mm-hmm. En dat was natuurlijk de nummer 2 tegen de nummer 3. Omdat VOC natuurlijk niet kon promoveren. Dus ja, dat was eigenlijk de beslissende wedstrijd van het seizoen. En die was ook heel laat in het seizoen. Ja. Ja. En, maar goed, op zich is dat is geen probleem. Want het zijn natuurlijk wel de mooie wedstrijden om naar uit te kijken zo op het laatst. Ja, zeker. Ja, en ik denk als we over het hele seizoen kijken, dat dit echt een seizoen was waar we gewoon heel veel leuke en spannende wedstrijden hebben gespeeld. Mm-hmm. Dus natuurlijk, daar doe je het uiteindelijk wel voor met elkaar, voor die wedstrijden. Ja, want in die wedstrijd konden jullie eigenlijk niet die vuist maken die jullie op andere momenten wel konden maken in de competitie. En eigenlijk ging de wedstrijd daardoor ook verloren, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja, en wat je ziet, kijk, wij hebben gewoon niet een hele grote selectie. Dus waar wij op een gegeven moment vermoeidheid begint te spelen. Mm-hmm. Zie je dat zij gewoon nog een hele bank vol hebben zitten met sterke speelsters. Dus daar kunnen wij dan niet tegenop. Ja. Ja. Ben je daarover teleurgesteld trouwens, over dat resultaat, dat het net niet gelukt is? Ja, enerzijds wel, want die wedstrijden willen natuurlijk winnen. En ja, wat een prestatie zou het zijn als je dan die wint en bijvoorbeeld nog promoveert. Aan de andere kant, als we realistisch kijken, is het denk ik voor volgend seizoen niet verkeerd dat we gewoon in deze divisie blijven spelen. Ja, want je hebt natuurlijk al eerder kennis gemaakt met die Eredivisie toen je nog speelster van Kwiek was. Is dat verschil heel groot tussen Eerste en Eredivisie? Ja, het is een beetje lastig te zeggen, want het is alweer een aantal jaar geleden. En ieder jaar verandert het ook wel weer. Mm-hmm. Maar ik denk in de Eredivisie zie je gewoon heel erg groot die scheiding van de top en de ploegen daaronder. Mm-hmm. En het leuke aan onze competitie is dat het allemaal wat meer bij elkaar zit. Ja, nou ja, goed. Ja. Ja, en toch, kijk, je weet het natuurlijk nooit, maar iedere vereniging, ook wij 92, en dat zien we natuurlijk ook nu bij Kwiek gebeuren, daar zit natuurlijk altijd het moment van doorselecteren. Er gaan mensen weg, komen mensen bij. En dan moet je maar zien dat je je niveau kunt blijven behouden. En dat blijft altijd afwachten. En ik persoonlijk zou het graag natuurlijk gezien hebben, maar ja, wie niet in wijen natuurlijk, dat wij zo promoveren. Ja. Maar ja, goed, dan moeten we volgend jaar maar weer een nieuwe gooi doen naar die bovenste plekken, toch? Inderdaad, ja zeker. Ja. Dus we hebben natuurlijk een paar speelsters die gaan stoppen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het aankomend seizoen al zwaar genoeg gaan krijgen. Ja, ja, want natuurlijk gaan er een paar sterkhouders die gaan stoppen. Onder andere Aniek de Braak. En even kijken, ik weet daar bijna voornaam mee. Demi van Dommelen, was dat Demi? Ja, Demi is tussentijds al gestopt, ja. Inderdaad. En Rozel Oosveen stopt ook op de hoek. Rozel ook, ja. Dus, en we hebben natuurlijk Eva aan het begin van het seizoen. Die is ook eerder uitgestapt. Mm-hmm. Dus dan zo mis je toch al wel vier speelsters die echt al jaren meedraaiden op een wat hoger niveau. Mm-hmm. Nou heeft Weijen op zich een prima jeugdopleiding. Daar kun je trots op zijn. Wat kun je zeggen over de speelsters die erachter zitten, die nu moeten gaan doorbreken? Ja, nou ja, het mooie is dat een aantal al met ons meetrainen dit jaar. Dus op die manier hoop je ze ook wat meer aangehaakt te krijgen. Mm-hmm. En die gaan het zeker wel redden. Alleen je moet natuurlijk ook het ritme opdoen op dat niveau. Ja. En dat heeft ook tijd nodig. Dus zeker gaan ze het redden. Alleen ja, ze moeten ook gewoon meer minuten gaan maken op het niveau. Ja, precies. Die nieuwe competitie die gaat er overigens iets anders uitzien als hoe het de afgelopen jaren was. Want jouw trainer, Maurice Veringa, heeft er al eerder aangegeven. Het is eigenlijk best wel zwaar, gewoon eens loodzwaar, om zo'n heel lang seizoen te spelen in die eerste divisie. En dat moet eigenlijk iets veranderen. En dat komt het spel ten goede, dat komt de kwaliteit van het opleiden ten goede. Nu gaat de eerste divisie als volgt eruit zien eigenlijk. Er komen twee pools en dan krijg je inderdaad een na-competitie aan de bovenkant en aan de onderkant. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik denk een goede stap. Wat je zegt, we hebben nu echt een heel lang seizoen gedraaid. We spelen bijna minder weekenden vrij dan bijvoorbeeld de Eredivisie. Dus wat dat betreft is het echt een mooie stap. Ik heb die pools gezien. Dan denk ik, nou, we zitten ook best wel in een zware pool. Mm-hmm. Dus ook, dat is natuurlijk wel spannend, van hoe gaat dat dan lopen? Maar ik denk, als je kijkt naar de belastbaarheid, dat het wel veel beter is. Ja. Jij gaat nog steeds door bij Weijen?
Zeker, ja. Nou, dat is goed te horen, Kim. Je hebt natuurlijk de indeling nu gezien. Wat vind jij ervan? Van de aantal teams wat erin zit en ook welke teams erin zitten? Ja, het eerste wat me gelijk opviel, wat ik vreemd vond, is wij zitten bij VOC. Ja. En MAV is natuurlijk gepromoveerd. Dus dan zijn we eigenlijk de nummer 1 en 2 die dan bij elkaar in de pool zitten. Ja. Dus in eerste instantie vond ik dat wat vreemd. En aan de andere kant hebben ze het gewoon volgens mij verdeeld op basis van hoe je bent geëindigd in de competitie. Ja. Alleen wel jammer dat we dan niet bij Dalfsen in zitten, want dan hadden we nog een wedstrijd dicht bij huis gehad. Dat is toch weer een derby natuurlijk. Ja, dat is altijd leuk. Ja, nou precies. Nou, we kijken ernaar uit, Kim. Wanneer beginnen de trainingen weer? Dinsdag. Oké, dus jullie gaan alweer beginnen richting het volgende seizoen? Ja, we beginnen weer wat eerder, omdat de competitie natuurlijk alweer begin september gaat beginnen. Mm-hmm. En dan hebben we eind juli nog een paar weken vrij voor de zomervakantie. Ja. En dan, zo is het een beetje ingedeeld. Nou, dat klinkt goed, Kim. Dank voor nu en ik wil je een hele fijne zomer wensen en heel veel succes weer bij de trainingen. En we blijven uiteraard allemaal volgen wat jullie uitspoken. Dankjewel, jullie ook een fijne zomer. Tot ziens, hoi hoi. Fijne zondag. Doei.